Dozen vol handtekens hebben ze meenam. De actievierders meitsen goed duidelijk wat ze willen. Of eens wat ze net willen. De meer dan zo'n 3300 handtekens komen bij IJsselmar kustbewenners waai. De Wiemoen moet er van makkem ontwarken in de markt komen te steen. Actiegroep Don Quixote zei dat het een grote meerderheid is die tegen de moenen is. In Hilpen bijvoorbeeld, waar we hier nou steen, is 93% tegen de windmolens op dat hele mooie IJsselmar hierachter mee. En dat kwartje valt wel in het provinciehuis. Er wordt nou lusteren. Wat wij dwan moeten, is zelfstandig als provinciale steden een besluit te nemen dat wij meewerken willen aan de komst van dit windpark. En daarbij moest alle loeden van net alleen van de bewoners van de kust, maar ik van de inwoners van Friesland meenemen. Het gaat per slot van rekening om volksverzintwoordiging. Maar in Makkum, Warkum en Hilpen hopen ze dat er vooral naar haar een verhaal lusteren wordt. Als je er op de hele mooie haven stiest, dan zus pal op de windmolens, want ze komen 6 kilometer uit de kust tot Workum on ta. Maar ze komen in een ruutvorm. Dus we zitten er aan alle kanten op te zien, van links en rechts. De kerst er net omheen zien. De kustbewoners binnen benauwd dat het Wiemoenenpark invloed had op het toerisme, dat een heel soort mensen van Libje matten. De hele toeristische industrie die zal er echt last van hebben. En het zijn banen kosten, dat is belachelijk. Nevens de provincie zal dat onderzocht en meenam worden. Daar wordt nou ik nation in het kader van de MER. Wat voor invloed heeft het op toerisme en recreatie? Wat voor invloed heeft het op natuur? Wat voor invloed heeft het op überhaupt het bruken van het IJsselmar? Ik als vaarwetter. Dat met alle netjes op een rietje komen, zodat wij de consequenties van dat heel goed oeschenken. Maar dat het om dit plan gaat, is uiteindelijk het Riek de baas over het ja of nee in de Wiemoen. En hoe het voortgaan of waarom komen van de wettersporters.